Ik werd gebeld door het Rode Kruis of ik ooit wel eens gehoord had van een halfbroer in Ethiopië. Ah, Daniel. Welkom home. Thank you, brother. Welkom in Oude Mirden. Thank you, brother. Dit is de zoon van opa, hè? How are you? How are you? Nice to meet you. Are you Daniel? Dat is alles. Mij interesseerde het geen fluit. Ligino, lunum nagarak, en bazang ze, neem ligine. Het was heerlijk, laat ik het zo zeggen. Daniel, parangelo. When I was a kid, I'm angry always. That's my father denied me. Imatalo, kilisi ta bati parangu kilisi. I won't DNA test, he said, immediately. Ik heb Daniel dus één week meegemaakt. Het zei me niks. I have his blood. I have his spirit. Deze mensen hier hebben niet hetzelfde DNA, want we zijn niet allemaal hetzelfde op de wereld. Go back to your country, he said. I feel shame. Father, why you do this to me? Mijn eigen vader was net zo. Fuck you. Nou, doe maar even uit, hoor. I just hope that this letter finds you well, as you will call me my son, and as I will call you my father. Available now on video on demand.